Je bent echt kameraadjes van elkaar. Ja. Dat is niet alleen in de Kuip, maar ook nu. Ik ben Marion en door Feyenoord kom ik sterker door de strijd. Een jaar geleden werd bij mij borstkanker ontdekt. En dan staat je wereld in één keer op z'n kop. Het eerste wat je denkt, hoe ga ik dat mijn kinderen vertellen? Want mama gaat misschien dood. Ja, je vraagt je wel af van hoe kan dit nou? Ik bedoel, je leeft gezond. Het is niet dat ik gekke dingen doe of zo. Why me, denk je dan? De bestraling en de operatie ging heel goed. Ja, daar herstel je vrij snel van. Waar je vooral last van hebt, tenminste ik dan in mijn geval, was dat mijn conditie totaal weg was bij de chemotherapie. Je beseft je echt dat je onderaan moet beginnen. Ik kreeg superleuk nieuws vanuit het ziekenhuis dat ik mocht gaan trainen bij de Kuip, bij Feyenoord. Ja, dat was voor mij echt een cadeautje. Ik geef altijd de optie, hè? Gaat het niet, geef het aan, verzinnen we andere oefeningen. Fitten met Feyenoord is bedoeld voor mensen die heel graag aan hun conditie willen werken door middel van workshops en trainingen in groepsverband. Gaat toch goed? Ja. Gaat het niet, stap niet terug. Weet je zelf ook. Ga niet om of je de marathon kan gaan lopen of sterk in de krachtgym gaat worden. Nee, het is dat je op jouw manier fitter wordt. Zakken. Armen hou je gestrekt. Opzij. Mijn doel is eigenlijk heel simpel. Het accepteren dat de conditie wat minder is. Maar wel met een goed gevoel eraan kunnen gaan bouwen. Zodat ik straks weer de betere versie van mezelf word. Het herstel gaat beter dan verwacht. Ik ben ook al verder dan ik dacht dat ik had kunnen zijn. Fitter bij Feyenoord heeft me echt wel geholpen. Als ik terugkijk naar een jaar geleden, ja, kan ik nu heel erg trots op mezelf zijn. En zeggen van ik ben nu echt sterker door strijd. Vriendenloterij, maatschappelijk partner Eredivisie.